De Rotterdamse ouwe is een razend populaire kaas. Een echte hype. En achter deze kaas schuilt een heel mooi verhaal. Kaas. Sander, dat komt helemaal. Klaas van Barst, goedemiddag. Ja, we zijn razend benieuwd naar het verhaal achter de kaas. Nou, dat is een heel mooi verhaal eigenlijk. Vertel. Wij, een goede kennis, die had deze een heel mooi idee. Hij zat bij, met een aantal Rotterdamse ondernemers zat hij bij het Feyenoordstadion. Het mooiste stadion van heel de wereld, vinden wij. En tijdens die wedstrijd kreeg hij kaas. Maar het was een probleem, dat was kaas uit 0,20. En, Old Amsterdam waarschijnlijk. Old Amsterdam, klopt helemaal. Ja, ja. En toen? En, ja, dat eten de echte Rotterdammer eten geen Old Amsterdam, als je weet hoe dat gemaakt wordt. Maar toen dachten de Rotterdamse ondernemers, we gaan een mooie kaas maken, een goed recept en eerlijke kaas. Nou, sinds 1 oktober 2014 sta ik in de markt al. En dat niet wetende wat er op me af zou komen. Ik ben begonnen met wat kazen, wat Rotterdamse producten erbij. Maar nu vraagt iedereen echt om die kaas. Weet je toevallig nog welke wedstrijd het was? Nee, we hebben het proberen te achterhalen, maar dat is nog niet gelukt. Maar dan gaan we zeker nog eens informeren. Misschien was het wel Feyenoord Ajax. Dat zou ik weten. Nou, we hebben twee verschillende soorten. Dit is de 1 jaar in de markt al. Doen wij het zo in een glaasje, een proeverijtje. Daar gaan we. Ja, hij is echt lekker, hè? Ik proef hem al zo vaak, maar nog steeds heel lekker. Oh, zo. Hij is romig. Oh. En die kleine kristalletjes wat je hebt. Dat is geen zout, maar zijn eiwitten. Man, dit is verslavend. En naast deze laat je nog een andere favoriet proeven. Ja. Dat is een 2 jaar oude kaas. Waar verschilt die in van die? Een jaar, zou ik zeggen, maar ook qua rijping. De kaas wordt gemaakt van weidemelk. Dat wil zeggen, de koeien staan echt nog buiten. Minimaal 6 uur per dag. Hij is heel anders. Ja, hij is heel en anders. En toch heel lekker ook. Ja. Ik zit hier gewoon een nieuwe verslaving te krijgen. Ja, nou ja. Lijkt me een reclamespot, man. Nee, heel goed. Nee, je komt maar langs. Echt lekker. Ja. Echt lekker. Dankjewel. Als je vrienden hebt in Amsterdam, dan geven ze juist deze kaas cadeau om ze een beetje te narren. Een beetje te plagen. Ja, nu gaan we juist bezig het verhaal gaan we erbij zetten. Hoe het ontstaan is, waar het ontstaan is. En dat vinden mensen leuk om te geven. Maar je merkt gewoon de positieve invloeden van Rotterdam. Ja, Rotterdam is gewoon een heerlijke stad om te wonen. En dat merk je ook in de verkoop van de kazen? Zeker weten, ja. Mensen zijn nogmaals trots en willen graag iets meenemen uit de stad. Ah, dit is die Tony, toch? Dat klopt. Ja, dan ook nog die Ruby. Ja? En dat is deze. Oh. Nou, ik ben benieuwd of die de smaak verschilt. Iets zoeter. Ja, klopt. Dat ook. Ik zeg deze ook. Zo, gaan wij met Thomas een strop, dan sta ik naar buiten. Oh, gaan we nog meer proberen, Klaas? Ja, we gaan naar de bier. Bier en dubbelkamer. Bier. Lekker vakken jij. Hey. Het is geen straf. Nee, het is geen straf. Hoe ben je met de kaas in aanraking gekomen? Ja, dat is wel een apart verhaal eigenlijk, want ik ben van origine geen niks met kaas. Maar in 2007 ben ik naar Spanje gegaan. Daar heb ik een aantal jaren in Zuid-Spanje ben ik een makelaarkantoor gestart. 2010, in de tijd van de crisis, weer teruggekomen. Helemaal berooid, niks meer, schulden, geen huis. Toen dacht ik, ja, ik moet iets gaan doen. En toen kwam ik dit product tegen, een Rotterdams product. Denk je, joh, hier, dat is iets voor me, maar wat kan ik ermee? Je had opeens de vonk. Ik had opeens de vonk en toen dacht ik, ja, dat moet ik gaan doen. Maar het was ook een noodsprong, want ik had niks meer. Ik had echt schulden, faillissement stond voor de deur, ging scheiden. En toen kwam ik dit product tegen. En ben ik begonnen eerst bij de Swan Market, bij het Museumpark. En toen dacht ik, joh, goed product, goed publiek. En dat sloeg helemaal aan. En toen kwam ik in de markthal. En sinds 1 oktober 2014 was Maxima geweest. En het was een booming business vanaf die periode. De Rotterdammers kwamen allemaal naar de markthal toe. Wow. En waanzinnig. Dus ik krijg er nog steeds kippen wel van, als ik het vertel. En het is echt gebeurd. Ik had echt helemaal niks. Ik moest echt van mensen geld lenen. Hè, het is echt voor mij wel een successtory geworden. Met niks beginnen, hard werken, de juiste mensen ontmoeten. En het juiste product. Ja, en dan kom je wel. Heb jij tot slot nog een echt Rotterdams motto voor ons? Een regel die zo op een tegeltje kan? Nou, ik heb wel eentje in mijn gedachten, ja.
En dat is? Ja, laat de Rotterdamse kaas niet voor je brood eten. He, dat zou ik wel heel graag willen. Taxi Ted! Hey, met de Kramer! Kun je hem even komen halen? Nee, ik kan niet meer rijden. Bij de kaasboer in Rotterdam, ja. Ja, oh, Katy! Ja. Oh, zie je zo! Hoi! Hey.